Vitamine-injecties in een spa-achtige omgeving is nu ook mogelijk in Suriname. Het initiatief komt van ondernemer Gillian van Exel in samenwerking met Revive Wellness Journey. Dit internationaal bedrijf bestaat sinds 2012 en heeft nu ook een zelfstandige onderneming in Suriname. De behandelingen die Revive aanbiedt geven een boost aan het lichaam. Van Exel heeft uit eigen ervaring met de producten van Revive ervoor gekozen om deze ook in Suriname aan te bieden. Ik ben 7 jaar terug met een burn-out vertrokken naar Amerika. Ik heb daardoor zakelijke relaties en word of mouth ben ik op Revive gekomen en is het mij geadviseerd van hey, als je je zo voelt, misschien zijn je deficienties wat lager, pak een drip en kijk even hoe dat gaat. En er ging dus een wereld van verschil voor mij open. Ik ben een ondernemer, een harde werker, ik ben een moeder en ik denk met mij zoveel meer nog. En de intentie is natuurlijk waarvoor zou ik dit niet hier in mijn eigen land willen aanbieden. En zodat mensen kunnen helpen eigenlijk om soms over je, we all get burned out. We hebben allemaal stress, we hebben allemaal problemen, we worden allemaal ziek. En dit is gewoon een preventieve manier om je lichaam toch in balans te houden. En dat was eigenlijk mijn doorstoot. Ik ben 2 jaar bezig geweest om dit project op te zetten. Heel veel geleerd natuurlijk. Revive stelt hele hoge eisen natuurlijk. Het is een global brand, een global franchise met 90 locaties in 40 landen. Het is er al vanaf 2012 en ja, ik geloof erin en ja, dat is eigenlijk mijn motivatie geweest om dit in mijn land te doen. Omdat ik zoiets had dat het niet alleen maar voor een bepaalde groep alleen maar accessible hoeft te zijn, maar dat het ook hier moet kunnen. Medisch directeur van Revive Suriname, Sean Moestaar, zegt dat het boosten van het lichaam geschiet met vitamines, mineralen, maar ook met vocht. De vochtbalans in het lichaam is heel belangrijk. Een manier om deze vitamines en mineralen in het lichaam te krijgen is via IV drips, intraveneus of via infuus. Moestaar legt uit wat dat inhoudt. En zelfs bij 2% vochttekort dat je eigenlijk al klachten hebt van vermoeidheid, hoofdpijn. En dat heb je niet echt door, want we zijn continu bezig in de zon. We weten niet hoeveel vocht we innemen. Men zegt 2 liter per dag, maar in de realiteit houdt niemand echt zo goed bij hoeveel ze naar binnen krijgen. En met deze therapie, waarbij ook vocht wordt toegediend, kan je een beetje je vochtbalans corrigeren. Waarbij je ook kan zien hoe het lichaam zelf is met een normale vochtbalans. Goede vochtbalans. Intraveneus, dus in het bloedbaan direct. En ook andere services waarbij we ook injecties geven. Dus hangt eigenlijk vanaf. We bieden dan verschillende intraveneuze therapieën met verschillende effecten en voordelen. Dus eigenlijk als een cliënt komt, die heeft gelezen, komt eigenlijk met de hulpvraag van wat zou ik willen? Want we zijn preventief bezig. Wat zou je willen? Zou je een recovery bezig. Ja, zoals wellness als recovery. Wat zoek je? Zoek je dat je immuunsysteem zo goed is dat je dan niet vaker ziek wordt? Dan hebben we dan ook zo'n therapie. Dus we gaan altijd met de cliënt samen kijken wat voor hun het beste is, wat hun hulpvraag is. En dan bieden wij het aan. Eigenaar Gillian van Exel zegt dat Revive Suriname reeds een klantenbestand heeft van ongeveer 20 personen. De media die vandaag aanwezig was, heeft in verband met de opening ook een gratis behandeling gehad.